laten we het allemaal gelijkmatig kunnen verdelen, dat ons woongenot ook aanwezig blijft. U zegt, we willen niet meer toeristen, we willen minder toeristen. We willen meer kwaliteit, prettige, mooie toeristen en een mooie binnenstad en een fijne leefomgeving. Oké, nou kost het geld om dat schip hier naartoe te halen. Even los van of het plastic is of niet, hè, wat we net in de reportage hoorden. Als dat geld niet besteedt, waar moet het geld dan wel naartoe? We hebben hier ook een zogenaamde witte vloot waar we die toeristen mee binnenhalen. Wat is een witte vloot? Een witte vloot, dat zijn de zogenaamde riviercruiseschepen die hier. Er waren de verleden jaar geloof ik 450 die binnengekomen zijn. En daar moet een keer paal en perk aangesteld worden. Die geven heel veel geluidsoverlast bij de bewoners. Geven vervuiling door fijnstof. En wat we gezegd hebben, oké, we zullen ze niet helemaal weg kunnen krijgen. Maar laten we alsjeblieft met elkaar zorgen dat het leefbaar blijft. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Want jullie hebben ook al zo'n mooie bruine vloot, hè? Dat zijn van die mooie oude. Die bruine vloot, daar zijn we heel blij mee. En die zouden we willen koesteren en willen houden. En dat lukt niet helemaal. Dus wat ik van u begrijp is, bruine vloot, die willen we houden, koesteren. Witte vloot graag iets minder. En dat schip uit Amerika, laat maar zitten. Laat maar zitten daar. Roger Tonnard, van de fractie Tonnard in Hoorn. U bent 6 jaar wethouder geweest. En ik lees dat u ook 18 jaar gemeenteraadslid was voor de PvdA. Heeft u de partij verlaten, zoals zoveel? Ja, maar dat is alweer een tijd geleden, hoor. Dan praten we over 2007. En daarna is het alleen maar beter met me gegaan. Kijk eens aan, daar zouden we nog iets een vraagje over doen. Dat gaan we niet doen. U bent ook niet erg gelukkig, hè, met het feit dat de gemeente de plannen heeft om het schip te halen. Nee, daar ben ik helemaal niet gelukkig mee. Ik gun het Westfries Museum en de gemeente Hoorn het allerbeste. Ik hou heel erg van het Westfries Museum, maar ik denk dat ze een kat in de zak krijgen met het verwerven van het schip de halve maan. Wat zit er dan in die zak, behalve die kat? Nou, het is in ieder geval geen historisch schip. Het is een verlijmd, verplakt schip wat een ontzettende kitsch uitstraling heeft en niet zo mooi gebouwd is als bijvoorbeeld de Batavia. Dat heeft natuurlijk nog vanwege het feit dat het ambachtelijk is gebouwd ook een zekere attractiewaarde. Ik vermoed dat dit schip geen attractiewaarde gaat krijgen in Hoorn. Dus we moeten het ook niet willen. Je kunt er nauwelijks mee varen op het IJsselmeer vanwege de diepgang van het schip, maar ook vanwege de situatie op het IJsselmeer met de begroeiingen van planten die daar plaatsvindt. Dus we doen er beter aan om dit geschenk niet te accepteren en uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe perspectieven voor het Westfries Museum. Ik zou me kunnen voorstellen dat het gezocht wordt in de verdere uitbreiding op de Rode Steen waar ze nu gevestigd is. Wij staan er een metertje of 8 vanaf, als ik dat zo schat. Dat Westfries Museum, daar komen toch ook genoeg mensen op af. Moet daar dan nog meer geld in? Je zou kunnen zeggen, we hebben de baas van het Westfries Museum zo direct ook in de bus. Je zou kunnen zeggen, dat bedrijft zichzelf wel. En zo'n prachtig schip, al vaart het niet, waar mensen op afkomen. Je trekt toch gewoon een hele hoop mensen die dan ook naar het museum gaan? Nou, ik denk dat het Westfries Museum er goed aan doet zich bij de tak van sport te houden waar ze goed in is. Ze heeft geen ervaring met maritieme zaken. Zeker niet met het exporteren van het schip. Daar hebben ze natuurlijk wel krachten voor ingehuurd. Maar het blijft zoiets als een eigenaar van een restaurant die zelfs niet kan koken. Dat is geen goed uitgangspunt om zo'n restaurant te runnen. En dat geldt eigenlijk ook voor het museum. Dus we zouden willen aanraden, breid je plannen uit en zet je zinnen op de kwaliteitsverbetering ook op de Rode Steen. Wij denken niet dat het schip heel veel meer bezoekers gaat trekken. We denken dat in tientallen misschien per dag is en in de winterperiode al helemaal niet. En bovendien de attractie om daar rondvaarten mee te doen, die is nihil. Maar die Batavia, waar u het net zelf over had, of waar je het net zelf over had, die trekt toch een hele hoop mensen? Die trok een hele hoop mensen aanvankelijk, maar je ziet ieder jaar dat de belangstelling voor de Batavia afneemt. Dat is een hele treurige zaak. En je moet je ook afvragen of dat niet ook de halve maand te wachten staat. Wij vermoeden dat het misschien de eerste 2 jaar heel veel schoolkinderen hier naartoe zal halen. Net zoals bij de Batavia en uiteindelijk failliet. Failliet. Kijk, de Westfries Museum kan niet failliet gaan. Maar het Westfries Museum wordt wel in de financiële situatie meegezogen van de halve maand. Als het slecht gaat met de halve maand, gaat het ook slecht met het Westfries Museum. En gaat het tenslotte ook slecht met de gemeente Hoorn. Want het Westfries Museum is een gemeentelijk museum. En
En de 100.000 euro die nu gevraagd is aan ons om het schip hier naartoe te halen... Het is geen cadeautje. Het is een cadeautje wat je voor een ton moet binnenhalen. Op zijn minst. Daar begint het verhaal mee, met de komst hier naartoe. Dat betekent dat die 100.000 euro en andere zaken niet uitgegeven kan worden. We hebben hier een paar hele mooie culturele attracties. We hebben een aantal goede culturele verenigingen. En die hebben het geld hard nodig. Nou, ook geen woord Chinees bij, toch? Dan Ad Geerdink, dat is de directeur van het Westfries Museum. Zojuist gekwalificeerd als de man die een restaurant heeft, maar eigenlijk zelf niet kan koken. Dat was ongeveer de kwalificatie die we kregen. Ja, nou, oftewel, bemoei je met je eigen zaak. Ik ben in ieder geval beter op de hoogte van het schip dan de beide heren die... Ja, want je bent er geweest, hè, met de wethouder, begin oktober. Ja, ik ben er geweest. En, in New York. En wij zijn in de voorbereidingen van de plannen absoluut niet over één, niet over twee, zelfs niet over drie nachten ijs. Wacht even, voor die nachten ijs. Want je bent er geweest in New York, dus dan zie je dat schip. Wat denk je dan? Hoe ziet dat eruit? Ja, laat me zeggen, het onderschip, even voor alle duidelijkheid, is met epoxy behandeld. En dat is om het onderhoud aan het schip zoveel mogelijk te verminderen. Het bovenschip is een volstrekt authentiek schip. Ik heb met Gerald de Weert gesproken. Dat is dé expert op het gebied van replicabouw in Nederland. Die bouwt op dit moment de Willem Barends in Harlingen. Die zegt, dit is voor 90% een goede weergave van een 17e eeuws jacht. En nou ja, ik ga maar op die experts af. En bovendien hebben wij inspectierapporten laten maken. Niet één, maar twee. Over de staat van onderhoud van het schip. Dus we weten precies waar we ja tegen zeggen. Bovendien wordt het niet een schenking van het schip, waar we, als je het negatief zou willen benaderen, voor de eeuwigheid aan vastzitten. We krijgen het schip voor 5 jaar in bruikleen. Dus het schip kan zich in Hoorn ook als attractie bewijzen. En mocht het zo zijn dat dat, zoals de heer Toenaar gelooft, geen succes wordt, dan kan ook na 5 jaar gezegd worden, nou, het was een mooi experiment, maar we gaan er niet mee door. Maar dan heeft het wel 5 jaar allerlei onderhoud gekost. En hè, dan zit je met een negatief saldo, toch? Nee, je zit niet met een negatief saldo. Want de Amerikaanse eigenaar blijft verantwoordelijk voor het onderhoud. Krijgt daarvoor uit de exploitatie van het schip een bruikleenvergoeding. En die bruikleenvergoeding is weer gebaseerd op het door een expert uitgerekende meerjaren onderhoudskost. Nou zegt meneer Tonaar, die zegt, boekhouder, hou je bij je leest. Het Westfries Museum heeft geen verstand van dit soort dingen. Doen jullie nou andere dingen? Wat vind je van dat verwijt? Nee, ik vind dat een onterecht verwijt. De exploitatie van de Halve Maan zal het museumschip zijn. Dus de Halve Maan is een jacht. En die jachten die lagen hier in de haven. De wethouder Ben Tapp en ik, toen we het schip zagen, zeiden we allebei tegen elkaar, het lijkt alsof Hoorn en dit schip voor elkaar gemaakt zijn. Want de verhoudingen, alles klopt. En dus die Halve Maan die vertelt een heel belangrijk verhaal. Wij als Westfries Museum hebben als doelstelling, wij willen het verhaal vertellen wat de Gouden Eeuw betekend heeft voor West-Friesland. Okay. En die Gouden Eeuw, dat was de handel. En dat was het VOC. En we weten nog dat Balkenende zei, in 2006 was dat geloof ik, gedraag ons toch iets meer naar die VOC-mentaliteit. Ja. Nou was ik hier net even een kop koffie drinken in een van die kroegen. En daar stond toevallig net Sinterklaas. Dat is ook niet zo raar in dit jaar tijden. Met 4 overigens totaal zwarte pieten. Niks roetpiet of gele piet of pindakaaspieten. Is het wel zo handig om, want het is VOC... Is het wel zo handig om nou nu net die discussie te voeren, terwijl we het net over slavernij en Zwarte Piet en allemaal dat soort dingen hebben? Dat is wel een grappige parallel. Hier staat het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Daar is in 2011, 2012 een enorme discussie over geweest in Hoorn. Moet je het standbeeld laten weghalen? De meerderheid van de bevolking, ik geloof dat de heer Toenaar het daar ook volledig mee eens was, die zei toen van nee, je moet het beeld laten staan. Want als je het weghaalt, maak je ook meteen een einde aan de mogelijkheid om het er met elkaar over te hebben. Dus ik zou zeggen, laat die Halve Maan maar komen. Het staat voor veel meer dan alleen de VOC. Het staat ook voor de Oostzeehandel, voor ontdekkingsreizen. En laten we aan de hand van dat schip dat verhaal maar vertellen, waar al die kanten aan zitten. Oké, je zei net iets interessants. Je zei de Gouden Eeuw en West-Friesland horen bij elkaar. Dus dit schip, want het schip zou natuurlijk ook gewoon in Rotterdam kunnen liggen of in Amsterdam, maar daarvan zeg je nee.
De eerste schipper van de halve maan. Er is altijd gedacht dat dit schip gebouwd is voor de Kamer Amsterdam, voor die ontdekkingsreis van Henry Hudson. Nieuw historisch onderzoek heeft aangetoond dat de eerste schipper op de halve maan was Maarten Pieters uit Schellinghout. Dit schip heeft in de Oostzeehandel gezeten, heeft ontdekkingsreizen gemaakt, zoals de expeditie die Hoorn volgend jaar herdenkt, Kaap Hoorn 400. En het heeft voor de VOC geacteerd, waarbij het Bontekoe en Jan Pieterszoon Koen tegenkomen. Mij dunkt dat dit schip in Hoorn op een perfecte plek is. We kunnen niet zeggen dat de directeur van het Westfries Museum niet op de hoogte is en historisch besef heeft over de afgelopen 400 jaar. Waarvoor dank, meneer Tap. U was met de directeur van het Westfries Museum begin oktober in New York. U zag het schip en u dacht... Dat is precies de goede verhouding voor het Oostereiland, de beoogde ligplaats van het schip. En ik hoop dat meneer Tornaar gelijk krijgt dat de slechte bezoekersaantallen van de Batavia, dat die de waarheid worden voor de halve maan. Want de Batavia trekt inderdaad jaarlijks op dit moment nog maar 80.000 bezoekers. En onze exploitatiebegroting is gebaseerd op 27.000 bezoekers. Dus nog minder dan de helft daarvan. Oké, even een paar lastige vragen. U bent de verantwoordelijk wethouder, dus u wordt er uiteindelijk ook op afgerekend. Tenzij u daarvoor al uw biezen moet pakken vanwege iets anders. U zegt net precies de juiste grootte, maar we hoorden net in de reportage dat het nou net te klein is, dat er moet worden bijgebouwd. Dus hoe zit dat? Nee hoor, het gaat over de steiger die daar nu ligt. Ja. Daar kan die het eerste jaar liggen. En we gaan een andere ligplaats creëren voor de halve maan. Dat is om de hoek. En we moeten sowieso steigers bijbouwen aan het Oostereiland. Want er zijn nog veel meer plannen met onder andere de museumhaven die de Stichting Varend Erfgoed daar graag wil. Dus zelfs als de halve maan na 3 jaar of na 5 jaar weer teruggaat naar het museum in Amerika, dan zijn die steigers die we daar gaan bouwen heel hard nodig. En die kunnen we ook gebruiken voor andere boten. Die waren sowieso nodig. Dus met andere woorden, schip weg is, dat is een goede investering. Absoluut. Wat kost dat trouwens, dat bouwen van al die steigers? Ja, ik bedoel, hoeft niet precies, maar... Dat kost wel geld, maar die zitten in de exploitatiebegroting. En nogmaals, we gaan ze toch bouwen. Want ook zoals de bewoners aangeven, we hebben ook heel veel belangstelling vanuit de riviercruisevaart. We hebben heel veel veerdiensten die hier willen komen aanleggen. Dus we hebben op dit moment gewoon een groot tekort aan steigers. Nee, ik vraag dat over dat geld, omdat ik even uw begroting mocht lezen. Niet alleen uw begroting, maar van de hele gemeente Hoorn. Daar hebben jullie geloof ik ook nog 8 uur over vergaderd. En ik geloof dat er meer geld moest naar armoede. Er waren nog een paar gaten in de begroting. Je zou ook kunnen zeggen, ja, het is allemaal wel leuk en wel. Maar we hebben nog wel wat andere problemen in Hoorn op te lossen. Ja, nou, als u de begroting goed heeft gelezen, ziet u dat er 800.000 euro naar armoedebestrijding gaat. Ja. En dat we slechts 100.000 euro uittrekken voor kunst, cultuur, erfgoed. En oftewel voor de komst van de halve maan. Dus u zegt het is gewoon proportioneel? Als we het hebben over stadspromotie, want dat is wat mij betreft waar de halve maan aan gaat bijdragen, vind ik het zeker in verhouding. En gaat het wat mij betreft een veelvoud van die investering opleveren voor de stad Hoorn. Oké, nou zegt de ex-wethouder, ik moet het allemaal nog zien. En u zegt ongetwijfeld, u moet het ook allemaal nog zien, want niemand kan hier de toekomst voorspellen. Maar waarom bent u zo optimistisch dat dit, nou ja, laten we maar zeggen, zoveel oplevert dat je kan zeggen, dat hebben we goed gedaan om dat schip hierheen te halen? Omdat, net als de directeur van het museum al zegt, er niet over 1 nacht, maar over 3 nachten ijs is gegaan. We hebben er heel goed naar gekeken. De exploitatiebegroting is niet uit de lucht gegrepen. Die is gebaseerd op benchmarkcijfers van het museum, van de Batavia, van de stad Amsterdam. We hebben heel veel vergelijkbare projecten bekeken. En we hebben heel conservatief begroot. En als er in een worst case scenario nog maar een paar duizend bezoekers per jaar een kaartje kopen voor de halve maan, dan nog hoeft er geen geld bij. Nou even naar wat de bewoners zeggen. En ik kom ook wel eens in Hoorn, want het is natuurlijk een prachtig stadje. En het is in de zomer is het ook gewoon mutvol. Mutter dan mut, kan dat eigenlijk? Want stel nou eens dat je wel heel veel extra bezoekers gaat krijgen. Ik geloof dat ik net zei dat er gewoon 500.000 per jaar komen. Dat is al nogal veel in zo'n kleine gemeente. Je moet er eigenlijk niet aan denken dat het hier helemaal vol met toeristen is, waardoor je er niet meer doorkomt. Amsterdam is nou net bezig om dat een beetje terug te dringen. Dat klopt. We willen ook graag nog een deel van die toeristen die Amsterdam te veel heeft ontvangen in Hoorn. Ja. Daar zou de halve maan een bijdrage aan kunnen leveren. Maar een ander probleem is dat die bewoners zelf aangeven dat ze last hebben van die toeristen.
die bijvoorbeeld met die riviercruisevaart hier komen en vervolgens in gereedstaande autobussen stappen om naar Volendam of naar de Zaanse Schans te gaan. Wij denken dat we van die 500.000 bezoekers die al komen, waarvan ook volgens een groot deel niet met de auto komt, maar met een bruine vloot, een witte vloot of met hun eigen vloot, om die langer in de stad te houden. En daar zou de halve maan een bijdrage aan kunnen leveren. Dat is mooi, hè, want dat is goed voor de economie. Aan de andere kant, hoe meer toeristen voor je deur, op een gegeven moment word je er natuurlijk ook helemaal knettergek van. Dat klopt. Alleen de beoogde ligplaats op het Oostereiland, waar overigens ook een bioscoop en een brasserie en een museum gevestigd zijn, en de museumhaven van Stichting Varend Erfgoed, is niet per auto te bereiken. Daar is ook niet de mogelijkheid om te parkeren. De mensen komen dus of per voet. En Hoorn is een hele compacte stad waar je eigenlijk alles te voet kunt afleggen. En veelal per boot. En zelfs mensen die hier niet vandaan komen kunnen dat bijvoorbeeld doen met een van de vele watertaxis of rondvaartboten. Snap ik, maar toch, dan lopen ze. Ik geloof dat het net een nieuwe van de Valk is. En met een casino, weet ik veel wat allemaal erbij. Dus dan lopen ze door die stad. En je krijgt natuurlijk toch voor je bewoners de nodige overlast. Nou, de overlast kunnen we ook een hele avond over discussiëren. Wat voor de een overlast is, vindt de ander gezelligheid. Ik denk als je woont op het Oostereiland, als je daarvoor kiest, dan woon je naast een bioscoop, naast een museum, naast een brasserie en naast een hotel en naast een museumhaven. Ik denk dat dat ook met zich meebrengt dat er ook mensen komen genieten van die oude gevangenis en van die historische haven die Hoorn nu eenmaal heeft. En als je rustig wil wonen, dan moet je eigenlijk maar ergens anders gaan wonen. Dat is eigenlijk de boodschap die u heeft. Ja en nee, want een zekere mate van balans is daarbij natuurlijk wel van belang. Het kan te gek ook, maar ik denk dat die balans nog niet is bereikt. Ik denk dat er nog wel wat toeristen bij kunnen. Meneer Roest, het klinkt allemaal niet zo ontzettend onredelijk. Hij zegt al, we halen het leuk naar binnen. Echt waar, we zijn al een kijkplaatje aan het worden. En laten we het alsjeblieft, we weten dat we het moeten delen met elkaar, maar laten we het goed verdelen. Maar het is ook wel een mooi kijkplaatje, toch? Hoor? Het is een prachtkijkplaatje, laten we het prachtig houden. En laten we er niet een of andere ostipatie en obesitas stad van maken. We leven al met vervetting en vervuiling en we willen niet meer. Daar kunnen we ook weer een hele uitzending over maken, maar dat gaan we niet doen. Ad Gerink, u was even non-verbaal aan het communiceren met mij. Ja, het lijkt mij als je dat plaatje mooier wil maken. Zo'n 17e eeuws authentiek schip het plaatje van die toch al prachtige historische haven compleet maakt. Het voegt natuurlijk niets toe zijn schip. Zeker niet omdat het een verlijmd schip is wat museaal geen waarde heeft. Ja, maar dat Ad Gerink wel, zegt net, het is geen verlijmd, het zit een beetje epoxy, het is niet een verlijmd schip. Het is absoluut een verlijmd schip. Het is bovendien een tweede replica. Het is een replica van een replica. Er is weinig origineel aan. En ik denk niet dat het een attractiewaarde... En ik denk niet dat het een attractiewaarde gaat krijgen. Dat we bang hoeven te zijn dat er heel veel groepen naartoe gaan komen om dat schip te bekijken. Meneer Gerink, u onderbrak hem net even. Maar excuus. Ja, gaat uw gang. Nee, maar dan zou ik toch niet op de onderbuik afgaan. Maar gewoon op de feiten en op de rapporten die er liggen. Daar staat klip en klaar in wat de kwaliteit is van het schip. En volgens mij, als het schip volgend jaar, als we Kaap Hoorn 400 vieren, en het komt zover dat het schip de haven binnen komt zeilen, zult u nog versteld staan van hoe prachtig dat schip is. Ik geloof niet dat jullie het met elkaar eens worden, hè? Vanavond voor 8:30. Gaat niet lukken. Ik denk het ook niet. En wat betreft de wethouder, die zegt dat het geen probleem is €100.000 uit te geven hieraan om een eenmalige kosten om het hier naartoe te halen. Het schip zal trouwens over 5 jaar ook nog een keer terug moeten. Dat gaat ook geld kosten. Daar wordt gemakshalve maar niet over gesproken. Daar wordt voor gespaard in de exploitatie. En we moeten gewoon concluderen dat de situatie eigenlijk nog verslechterd is. Eerst zouden we het schip krijgen. Nu is het een bruikleen voor 5 jaar. Ik denk dat de eigenaar heel blij mag zijn met dit schip. Want het wordt onderhouden door de gemeente Hoorn. Het carillon van Hoorn begint te spelen. U hoort dat misschien op de achtergrond bij 1 op straat. Ik dank jullie allemaal wel. Volgende zomer gaat er hier vast een heel mooi schip liggen. Tenminste, dat gevoel heb ik zo'n beetje. Hartelijk dank. Als u vanochtend de Volkskrant heeft gelezen, dan heeft u gelezen dat er een onderzoek is geweest van Sarah Boelema over het effect van alcohol op het puberbrein. En wat wordt er gezegd? Ach,
Er is niet zoveel omvangrijke schade als je veel drinkt. Dat wordt dus weer zuipen met de kerst. Maar Geert Rijntjes praat zo direct in twee dingen met kinderarts Nico van der Lely. Hij heeft een drankpolie in Delft en probeert jongeren tot 17 jaar daar te behandelen. Ik denk dat hij het niet met het onderzoek eens is. Morgenavond om 8 uur is 1 op straat weer terug. Maar nu eerst het NOS Journaal met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. In Texas is de executie van een veroordeelde